Adiós, chicas. Vandaag begin ik met bio crunchy muesli en sojamelk van de Lidl dus. Echt super chill. Hallo, hallo lieve mensen. Zoals jullie zien heb ik mijn sportpakje aan. En ik ga lekker even wat yoga doen. Ik heb gisteren mijn benen getraind en ik ben echt helemaal dood. Ik heb zo'n spierpijn in mijn billen en in mijn benen. Dus dat is yoga altijd extra fijn. En ik vind het zo fijn om te doen. Ik had nooit gedacht dat ik yoga leuk zou vinden. Ik zei altijd dat het niets voor mij was. Maar look at me now. Zo. Aanbinden, dat is heerlijk. Dit is een soort es que no hay palabra para revuelto en holandés, sí. Te lo juro. Revuelto. Dit is een soort mix van asperges, eieren en champignons. En daar eet ik straks een filetje bij en wat brood. En hun gaan allemaal aan de pasta met dit. Yum. Hallo, hallo. Ik ben hier met Toon. En het is inmiddels 4 uur. En we gaan lekker even samen een ijsje halen in het dorp, volgens mij. Ik wil echt een record opbouwen, maar dat wil hij niet. Oh! Oeh, Toon, qué calor hace. Zo moet je helemaal calor, hè? Het is heet, maar ook echt heet. Jullie kunnen je echt niet voorstellen wat voor warmte er hier is. Het lijkt net zeg maar zo de uitlaat van een auto of een grote bus. Zo voelt het een beetje. Hey. Zijn we lekker een ijsje aan het eten en ik heb hier een ijsje van Huevo de Chocolate, wat zeg maar een soort paasijsmaak is. Gewoon een chocoladeitje. Ik ga er even van genieten, want het is zo'n warme dag jongens. Echt, can't handle. Dankjewel. Oh, gracias. Ik ben nog net weer aan mijn idioma. Tony is een kalkoen aan het nadoen. Hij zegt dat een kalkoen ongeveer zo... Ah, ze wil het erbij, samen. Kom eens, Wina. Het is nu inmiddels alweer 5:10. We zijn een beetje een dilemma over wat we willen doen. Want we moeten nog steeds aangifte doen. Maar we weten niet of het beter is om dan vandaag te gaan of morgen. We zijn echt wel Spaans. Hè? We stellen alles uit. Of nou ja, eigenlijk stelt hij alles uit. En daardoor stel ik ook alles uit. Waarschijnlijk, als het goed is, gaan wij overmorgen een appartement bezoeken in Malaga. En mocht dat niet doorgaan, dat specifieke appartement, gaan we sowieso naar Malaga om wat makelaars te bezoeken. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop echt dat we iets vinden. En ik hoop gewoon echt dat we iets vinden. Want het wordt ook een beetje saai voor mij hier nu in Boegelandse. Het is nu alweer 7 uur. En we willen toch nog wel eigenlijk een beetje iets doen of zo. Of gewoon echt ergens heen. Anders zitten we ook maar de hele dag thuis. En kijk, voor mij is dat niet erg. Want ik ben gewoon aan het werken en aan het doen. Maar zodra het een beetje tegen de avond aanloopt, dan is het best wel saai. Eigenlijk weet ik, ik merk ook dat ik qua dagvlogs nu weer een beetje tegenaan loop. Dat het steeds hetzelfde is hier in Boegalandse. En dat komt omdat het simpelweg ook gewoon steeds hetzelfde is. We doen hetzelfde. Want nu we op zoek zijn naar een appartementje, is het gewoon lastig om heel veel dingen te doen en te ondernemen zoals we normaal doen. Ik kan het ook niet over mijn huis hebben, of over de decoratie, of over dingetjes waar ik het normaal over heb. Want ik kan hier geen kant op. Het klinkt echt heel triest, maar dat is de waarheid. En ik moet zeggen dat ik wel een beetje af en toe denk van, goh, ik hoop echt dat we snel iets vinden. Want ik word hier wel een beetje gek. Toon heeft me nu naar een supermooi plekje gebracht.
sin. ¿Y cómo se llama esto? ¿Qué es esto? No, pero lo que hay aquí, por ejemplo, detrás, este edificio. ¡Wow! Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het uitzicht is echt indrukwekkend. En jullie zien daar het dorp Boegelandse. Echt bijzonder mooi. Me encanta. Qué chulo. Y eso parece Holanda, pero no es dat. Ik moet zeggen, dit is wel echt iets wat ik enorm waardeer. Dat hoor je mensen een beetje klagen, maar als ik hier dan sta, denk ik, oh, wat heb ik een geluk. Zoveel natuur en zoveel stilte. Er is hier gewoon niemand. En het is echt zo gevoel alsof ik de wereld aan kan. Oh. Ah, mira, qué bonito. Parece de mentira. Wauw. Het is echt geweldig. We hebben ons even zo omgekleed, want we gaan namelijk naar de gym met Valera weer. Gisteren heb ik benen getraind, dus vandaag is het de beurt aan het bovenlichaam. Ik denk dat ik bicep en tricep ga trainen. Ik heb die heerlijke legging aan van Forever met dit shirtje van Nike. En dit shirtje heb ik dus al sinds de Glamour Health Challenge 2 jaar terug. Ik kan je nagaan hoe lang terug dat al is, maar ik heb hem nog nooit aangehad. Stom eigenlijk, want hij is super leuk. Dus dat gaan we nu doen. Let's go! Jongens. Adios, chicas. Oh, zo schattig. Ineens stond de hele gym vol meisjes. Ik kreeg geen op Instagram direct. Blijkbaar het eentje me dus gevonden via Instagram op mijn gewone Nederlandse account. En toen kreeg ik ineens tientallen privéberichtjes. Wil je meet and greet doen in Boegalandse? Super lief. En uiteindelijk waren er dus 3 van die meisjes naar de gym gekomen. Omdat ze blijkbaar wisten dat ik daar was. Nou, te schattig dit. Echt te leuk. Tony hiernaast me even flink op Barça aan het schelden is. Want Barça gaat de laatste tijd niet zo goed en ze verliezen nu weer. Ze hadden eigenlijk met 3-0 moeten winnen. Kijk aan, man. Tony van jou. Dat betekent ja. Ga ik even lekker avondeten. Ik heb hier weer tostada met tomaat. En ik doe er 1 met kipfilet en dan 1 met Spaanse ham. Lekker hoor, jongens. Heet smakelijk. Terwijl ik even mijn video aan het editen ben voor volgende week, eten we even een lekker toetje. Dit is echt een van mijn favorites. Zo lekker. Oh. Daar is ze weer hoor, schrik niet. Oh, ik heb weer het maskertje opgedaan. Dit is de andere helft van het maskertje wat ik in de vorige vlog had gebruikt. Maar ik zit nog even lekker te editen. Het is inmiddels 12 uur. 12:15 haal ik dit maskertje eraf en dan ga ik ook alweer slapen. Morgen gaan we namelijk naar Malaga om ons eerste appartementje te bezoeken en te bezichtigen. Dus ik heb daar heel veel zin in. En ik heb ook heel veel zin om jullie een dagje mee te nemen naar Malaga. Want het wordt nu wel eens tijd dat we Boegalandse verlaten. Dus ik ga nog even lekker door en dan hoop ik jullie morgen weer te zien. Dankjewel voor het kijken en tot morgen!